Yo, what up kijkers van Games Life, nieuwe serie Ghost Recon Phantoms van Tom Clancy. Het is gemaakt bij Athena, dus ja, ik ben even aan het inloggen. Nieuwe serie, het is een schietspel, dus ja. Het is wel echt, het is leuk en zo, ja, het is gewoon top, weet je. Dus laten we gewoon beginnen. Hij is even aan het laden. Kijk, daar gaan we al. Oké, daar gaan we. Loading. Normaal is het nooit zo lang, maar ja. Hij is dit moment aan het uploaden, dus. Ja, en Slender the Arrival komt ook nog op mijn kanaal. Ik heb daar nog een, ook nog een video van. Die zal ik ook wel even uploaden. Vandaag 4 video's eigenlijk. Loading. Wow, dit duurt echt uren, Mattie. Je driving class data. Dat duurt toch niet zo lang? Zie je? Daar gaan we. Oh, een presentatie unlocked. Laten we gaan spelen. We gaan op Nukes the Conquest. Dus we gaan even een potje zoeken en dan gaan we beginnen. Hij is nog steeds aan het zoeken voor mensen. Doet soms wel eens eventjes. Oh kijk, we hebben al een match gevonden. Dat is mooi. Dan gaan we dan eventjes eentje uitkiezen, jongens. Rooftop of Attica. Noem maar rooftop, want iedereen kiest daar bijna voor. Ja, recon nemen. Ik neem bijna altijd de recon omdat dat is een goed wapen. Ik heb een beetje geupgrade, dus. Nog 12 seconden zoals je hier kan zien. 10. Waar gaan we dan? We zijn nog steeds aan het laden. Normaal duurt het nooit zo lang, maar ja. Hij zegt dat hij wil trouwen met YouTube. Ja, dat kan, maar ja. We gaan beginnen.
Catch the View. We gaan er meteen op af. This is serious, zegt hij. Kijk maar linksboven ons. Ik ken deze hele map niet, joh. Yo, what the fuck, jongens? Unknown weapon. Laten we verder gaan. We gaan Bravo inchecken. Sniper, jongens. Je moet maar niet dood, man. Dit is echt scheef. Fuck. Ah, shotgun, man. What the fuck? Dit slaat nergens op, man. Is zo. We pakken even de PP2000. Dat is mijn beste wapen. Die heb ik een beetje geüpgraded. Ik dacht dat ik mijn upgraded wapen had, maar toch niet. Dat is deze. We gaan deze bitches even in maken. Hey, zwaar, ik had hem, man. Ik had die gozer. Assist zeker. Capture. Alpha secured. We zijn hem niet aan het capturen. Dus nu is hij wat hij van huis. Hebben we gozer. Hebben we vies gekild? Bravo secure. Ja, ze hebben Bravo. Gozer. We gaan nu naar. Er is niemand hier. Hij had hem al. Ik ga me sowieso dood. Misschien ook niet, je weet het nog nooit. We gaan eens zien. Ah, shit, man. Wat een klote zooi. Welke wapen zullen we nemen? Heavy casualties inflicted. Charlie, zijn er nog andere? Nee, we moeten naar Charlie. Losing Charlie. Charlie-tje. Ik had ook beter mijn sniper kunnen pakken, joh. Maar ja. Wat maakt het uit? Hij kan een beetje lijken, want ik ben ook Dishonored aan het uploaden. Losing Charlie. Ah, klote jongens. Ik wist het wel, joh. Gaat die campen? Wat een zielig kindje, joh. Gaat die campen, jongens. Niet dat ik camp of zo, maar ja, je moet gewoon op afgaan, weet je. Niet blijven staan en zo.
gewoon doorgaan. En niet stoppen natuurlijk, weet je. Shit, net weer om de hoek, hè, ik zweer. Oh, is dat gewoon achter me? Oh, dat is ook wel veel vies gekild. Nou ja, en nog 2 minuutjes dus. Dat kan je rechtsboven zien. We gaan even naar X-Blik. Securing Charlie. Ik ken deze map niet echt goed, maar ja, ik ken hem nu wel beter, dus. Dat is wel fijn. Securing Charlie. Losing Charlie. Jezus man, joh. Oh, hij zat achter me. Ik dacht voor me, joh. Ja, het is tenminste wel druk bij je. Zie. Dus, gaat hij weer dingen zo schieten? Wat een mooie, joh. Dus jullie hebben een leuke save vinden, moet je het even zeggen, want ja. Ik ga niet iets spelen wat jullie niet leuk vinden. Oh, ik heb de laatste kill. We hebben onze score is 2 mensen gedood. Dat is al echt weinig. Het is zo buiten. Maar niet. Niks te doen. Gaan we weer. We moeten weer een vlag securen. A en B, dus ja. We gaan voor A deze keer. Als we 3 keer dood zijn gegaan hier, dan gaan we van links. Van B. Ah, wat een flik hier. Ik had hem wel bijna. Maar hij is toch dood gegaan, zag je hem glitchen. Oh joh, hé. 1, 2, 3, 4, 5 in 1 keer. Oh, ik ben echt schil. Dat is allemaal dezelfde. Nou ja. We gaan naar ja, B. Gaan we eventjes even de volgende uit. Die hebben we al gepakt, die doe ik hier. Oh, mooi. Kunnen we hier ook doen? Ja, precies als ik weer wegloop, hè? Dacht ik al. Maar die gozer die hebben gewoon goede kogels. Ik begin net en ik heb pas een PP 200, 2000. Dus ja.
Maar ik ben niet de enige die dood is gegaan. We gaan nu voor B. Ja, voor B. Want... ze hebben aangepakt van ons. Dat kan je dus rechtsboven zien als je dat wil zien. Gelijk weer gekild, hè? Ja. Normaal ben ik al beter. Ik had één potje gespeeld toen ik niet had opgenomen. En opeens had ik fucking veel kills. 10 kills of zo, ja. In één potje. Ik dacht zo. Het gaat lekker nu. Want ik toen niet heb opgenomen. Dan is het vaak al zo als je niet opneemt, hè? Dus ja. Hij is weer een beetje aan het lijden. Shotgun, hè? Deploy. Kom op, Mac, ga toch weg. Misschien omdat er gewoon zo gewoon heel veel mensen zijn hier, dat kan ook. Ah, kom op jongens, Mi is daar, Drida. Wat is dat nou even dom naam, joh. Kom op, deploy man. Opeens is hij aan het lijken. Heavy casualties inflicted. Ik ga alvast naar C, want het bier is al bijna overgenomen. Door ons team. Nou, kan je weer niet op, hè? Nou, ik kan nooit hoog op zo'n chance van deze gozer. Overal waar we gaan, daar zit iemand, hè? Daar snap ik geen bal van. Laten we even met die spelen. De MP5. Hij lijkt wel tot de zoek uit. Het komt ook misschien omdat Alien Isolation aan het downloaden is. Want ik heb hem gekocht. Hey, what the fuck man. Ja, sta ik net op en word ik gelijk weer gekild, hè. Het is alweer voorbij. Hebben we gewonnen? Ja, we hebben deze keer wel gewonnen. Dus ja, we hebben gewonnen vandaag.
we hebben dus gewonnen en ja. Het was wel echt leuk dit spel. Als jullie het ook gewoon leuk vinden en zo. Ja, dan kun je gewoon eventjes liken en zo. En commenten dat jullie het leuk vinden. En dan ja, doe ik wel meer series van deze. En dan doe ik met een vriend van mij. Ga ik nu ook dit spel spelen. Hij zegt dat hij mij inmaakt, maar sowieso niet. Ik spreek jullie later, boys.